Het CDA in Groningen vindt dat geweld in de Oudejaarsnacht voortaan hard aangepakt moet worden. Er zijn dit jaar talloze bushokjes gesloopt, brievenbussen opgeblazen en branden gesticht. Verder waren diverse hulpverleners van onder andere brandweer en politie het slachtoffer van geweld. Vooral dit laatste vindt het CDA ontoelaatbaar. Ze eist in een brief aan het college dat de genomen maatregelen geëvalueerd worden. Op dit moment is het zo dat deze stad wat preventieve maatregelen heeft genomen in de zin van voorlichting op scholen, het inschakelen van het jongerenwerk vooraf. En wij vinden dat als je kijkt naar de resultaten van de vernielingen van de afgelopen jaren, dat onvoldoende werkt. En we hebben dus de burgemeester gevraagd of hij eens wil nadenken of dat niet anders moet. Het CDA wil dat de gemeente er volgend jaar alles aan doet om het geweld rond Oudejaarsnacht in te perken. Zo zouden notoren vandalen preventief opgesloten kunnen worden. Nog nadrukkelijker de jeugd aanspreken, nog nadrukkelijker de politie aanwezig laten zijn. Nou ja, persoonlijk denk ik van waarom zouden we niet de diehards van nu zich laten melden in de komende Oudejaarsnachten op het politiebureau. Dan zijn we in ieder geval van die lastpak af. Politie en justitie moeten tijdens de Oudejaarsnacht ook meer middelen krijgen om crimineel gedrag aan te pakken, bijvoorbeeld via snelrecht. Zeker voor die mensen die de hulpverleners belagen, dat is natuurlijk een trend die de laatste jaren ook steeds hand over hand toeneemt. Absoluut onacceptabel en dat moet absoluut worden gekeerd. Dus voor dat soort mensen moet zeker snelrecht worden gehanteerd. Dus, nou ja, opnieuw is dag wat mij betreft.